Mijn naam is Roelof Jansen. Ik ben 48 jaar, woon in Gorinchem en ik werk in het dagelijks leven als eventmanager. De persconferentie van 12 maart, waarbij eigenlijk begonnen werd met evenementen zijn er van heden verboden. Dat heeft echt wel gewoon een hele indruk achtergelaten. Omdat je in één keer in een branche zit waarvan je altijd dacht dat je dat gewoon mocht doen en dat het een feest was. En in één keer staan daar allerlei restricties op. In maart, april was gewoon in één keer alles wat je aan opdrachten nog had lopen, was gewoon weg. Dan ga je ook denken van oké, maar nu heb ik heel veel tijd over. Toen ben ik mijn oude bakboeken op gaan zoeken. Dan ga je bakken en dingen maken en dingen delen. En dan gaan mensen reageren met ja, maar dat is leuk. En misschien moet je dan toch maar op gaan geven voor heel Holland Bakt. Uiteindelijk dacht ik van nou ja, weet je, kan het gewoon proberen. En dan zie ik wel waar het schip gaat stranden. En nou ja, dat strandde uiteindelijk in de tent. Dus dat was een hele leuke ervaring. Er zijn gewoon alweer zoveel dingen georganiseerd. En ook hebben alweer zoveel evenementen plaatsgevonden die gewoon positief weer hebben bijgedragen aan nieuwe ontwikkeling van evenementen. Ik bedoel, alles wat offline was, wordt online. Hybride evenementen. Ja, dat is leuk om te zien. Het leuke van het lidmaatschap van CPG is dat je een heel breed spectrum hebt van alle disciplines die binnen communicatie zijn. Allerlei andere takken van sport waar ik zeker in mijn werk ook mee te waken heb. Maar die mensen spreek ik eigenlijk altijd alleen maar op het moment dat ik ze zakelijk nodig heb. En dan hoor je helemaal niet wat hun beweegt en waar zij mee bezig zijn en waarom zij bepaalde keuzes hebben gemaakt. En het leuke bij CPG vind ik dat daar op een hele open manier over gesproken wordt. Dat er inmiddels heel veel kennis wordt gedeeld. En dat je dus op die manier ook veel beter beeld krijgt van wie zijn nou de mensen achter die beroepen. Ja, en ook gewoon een hele gezellige groep die zelfs ook weer online leuke evenementen organiseert.